Ik ben Maike van Pintura Mescal. En het is onze missie om artisanale mescal naar Europa te brengen. En de makers eerlijk te compenseren en te ondersteunen. En samen met mijn partners David en Mario ben ik bezig om die hoge kwaliteit uit Mexico naar Europa te halen. En um, met het behulp van het netwerk van Mario uh, hebben we inmiddels al best een lange lijst met um, exclusieve horecazaken die met ons willen werken. En vanuit passie eigenlijk is dit ontstaan. En inmiddels is het uh, ja, een kans om zowel impact te maken in Mexico als in Europa. Dat is voor ons namelijk van essentieel belang. We willen heel graag de makers daar compenseren en ondersteunen. Door werkgelegenheid te creëren voor de lokale community. En uh, nou, we willen nu aan de slag. Omdat de mezcalmarkt op het moment heel erg aan het groeien is in Europa. En dat is natuurlijk een grote kans. We zitten nu op 77% van de minimaal te behalen 70k. Maar het liefst stoten we door naar 100k zodat we nog een maker kunnen ondersteunen en um, meer impact kunnen maken. Kijk, keurig op tijd, Mike. Top. Dankjewel. Ja, je hebt een, um, een fles bij je. Laat die gelijk ja, ook maar uiteraard. zien. En het heet Pinchudo. Pinchudo, Mescal. mescal. Pinchudo, ja. Mescal. Uh, wat betekent Pinchudo? Pinchudo staat eigenlijk voor die uh, spikes aan de agavebladeren. bladeren. Ja, kijk, voor mij als uh, Mescal- en cocktailliefhebber is het uh, natuurlijk. Maar ik denk voor heel veel luisteraars misschien niet. Dus wat is Mescal? Hoe wordt het gemaakt? Iets uit Mexico heb ik, uh, heb ik verklapt en jij ja. ook. Maar wat is het precies? Ja, klopt. Uh, ja, mezcal wordt gemaakt dus van agaves. Dat is een cactussoort. Groeit in, uh, in de bergen van Mexico in verschillende staten. Onder andere in Oaxaca, daar komt het vandaan, van origine. En uh, nou, het wordt gemaakt door, ja, de mezcal die wordt daar ge geoogd. De espadine bijvoorbeeld is een van die agavessoorten. Die kunnen ze cultiveren. Dat groeien ze dan daar uh, voor tien jaar. Uh, of zeven tot tien jaar. Um, en dan zijn die planten op een gegeven moment heel groot geworden. Hakken ze de bladeren er vanaf. Blijft de pina over. Dat is het hart van de agave. En die wordt vervolgens uh, geroosterd in, ondergrondse, in een ondergrondse oven. Uh, maar daardoor krijgt mescal dus ook die rokerige smaak. die veel mensen zullen herkennen. En uh, nou ja, vervolgens wordt het gefermenteerd en gedestilleerd twee tot drie keer. en blijft dit over. Kijk, kijk, we hebben even een spoedcursus met maken er doorheen uh, gejast. Um, het is, uh, en dat doe ik even voor de luisteraar, we hebben al een glaasje van je ja. uh, 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 ingeschonken gekregen. Ja. Het is eigenlijk ja, een, een, een blanke drankje. Zo, uh, het, het zal vodka kunnen zijn, jenever. Maar ja. de geur verraadt al dat het mescal is. Exact. Het heeft een bepaalde. Ja. Heeft, Rokerigheid. Ja, degene die je dus nu voor je hebt, is een, uh, is een uh, blend van uh, Espadine. Dat is een agave die ze kunnen cultiveren. Die ja. zie je dus veel op de markt. En een wilde agave, de, de Quiche is dit. En uh, die groeit dus in de bergen ergens uh, hoog. En die, gaan ze dan, die kunnen ze niet zelf cultiveren, dus die moeten ze echt gaan halen uit de bergen. En dat bepaalt dus ook hoeveel daarvan is en hoe exclusief het is. Ja, het is een hele bijzondere smaak. Het is, uh, als je van rokerige whisky houdt bijvoorbeeld, dan vind je dit denk ik, uh, denk ik lekker. Maar er zit ook een. Ja, het is een soort tequila variant natuurlijk. Ja, maar dan beter. Maar ja, dan beter. Ik ga heel even kijken naar het gezicht van Joel, die uh, onze uh, technicus die nu een slokje neemt. Kijk, die geeft een duimpje die omhoog. Duim. Je zei het er net al even uh, Maaike, uh, dat je de, de boeren daar wil, uh, wil compenseren. Kan je uitleggen wat voor business die Mescal Business is? Ja, de Mescal Business is een business die eigenlijk vrij recent uh, is gaan groeien. Voorheen werd het alleen gedronken in de dorpen van uh, Mexico. En pas in de eindjaren 80, begin jaren 90... is het uiteindelijk naar de stad overgewaaid. Is het groter geworden. En uh, in de laatste tien jaar, vijf tot tien jaar... is het in Amerika helemaal geëxplodeerd. Wat er natuurlijk voor heeft gezorgd dat uh, er veel meer mescalboeren zijn. Maar ook dat de industriële productie heel erg een opmars heeft gemaakt. En daarmee is er gewoon veel meer concurrentie geworden... voor de artisanale producenten waar wij mee werken. En dan heb je het over... Ja, artisanaal, wat moet ik Artisanaal we is dus meer de, de ouderwetse manier van het maken. Dat echt al uh, ja, generatie... De ambachtsman. Juist, ja. Ja, ja. Van vele generaties wordt dat overgegeven. En uh, de, ja, de productie daarvan is gewoon uh, kostba kostbaarder, maar ook veel smaakvoller. Dus wij willen juist die mensen ondersteunen. Ja, en dat het dus niet naar de grote uh, drankenconglomeraten, dat daar okay. de winst naartoe gaat. Maar naar die Mexicaanse boer die daar hard voor werkt. En ja. misschien wel zeven tot tien jaar moet wachten voor zijn oogst. Omgezet kan worden in zo'n zo borrel. Exact. Hoe ben je op dit idee gekomen? Uh, het komt eigenlijk door mijn partner David. Die, is, uh, die reist al jaren naar Mexico. En die is op een gegeven moment bevriend geraakt met een maker daar. En die hebben altijd contact gehouden. En hij wist wel dat hij iets wilde doen met deze bijzondere mescal. Omdat hij op heel veel, bij heel veel mescalboeren is geweest. Maar hij bleef elke keer terugkomen bij deze ene persoon. Omdat die kwaliteit zo goed was. En uh, toen op een gegeven moment had ik. Ja, tijd in mijn agenda. Ik had mijn vorige bedrijf verkocht en ik wilde iets nieuws gaan doen. Ik doe zelf marketing en branding, dus mijn, uh, het is mijn vak zeg maar om het merk groot te maken. En hij had die man, die mooie man die dat zo mooi maakt. En een mooi en, product. Uh, precies, en zo, ja, zo kwam het bij elkaar. Maar ja, toch vind ik er een verschil tussen daar naartoe gaan, lekker van die mescal proeven en besluiten om er echt in te gaan ondernemen. Welke kans zag jouw partner, zag jij in dit product? Ja, de kans die wij zagen, was dat uh, je ziet gewoon dat de Mexicaanse keuken en de Mexicaanse cultuur heel erg aan populariteit toeneemt. Mensen gaan daar meer naar op vakantie. Als ik er al naartoe op vakantie ga, dan zegt dat er ook. Ja. <laughs> dat zegt heel wat. Maar daarnaast worden er elke week wel ergens een taqueria geopend. helemaal in de, in de Randstad. Maar het is gewoon super populair. En daarmee neemt ook de populariteit van mezcal toe. Maar er is nog niet een merk in Europa dat echt heel erg. Actieve marketing doet en dat is wat wij anders willen doen. Er wordt nu natuurlijk heel veel geïmporteerd, wat ook hele mooie mescals zijn, maar daarbij is de marketing niet, um, niet super actief. Er wordt niet heel veel evenementen gedaan, er wordt niet heel veel op community gefocust en dat is wat wij anders willen doen. Ik heb vaker met ondernemers gesproken die bijvoorbeeld een eigen tequila-merk, wat, wat hier dus denk ik het meeste uh, op lijkt, uh, in de markt hebben willen uh, zetten en zij zeiden ja. De grootste uitdaging zit er niet zozeer in om die kwaliteit te waarborgen. Die, die, die flessen die kunnen we allemaal wel regelen. Maar het is echt die gedragsverandering naar de consument. Waar tequila toch wel met zo'n hoedje, en shotten, en citroen, zout. Ja, dat willen zij niet. Ze willen het zien als ja, bijna een whisky, een rum, een kwaliteitsdrank. Hoe kijk jij daar naar? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat je mezcal ook absoluut niet moet shotten. Dat zou ik iedereen ten zeerste afraden. Want het is gewoon een heel mooi kwaliteitsproduct met een hele diepe smaakbeleving. En dat, daar kun je het meeste van genieten als je het gewoon sipt. En ik denk dat juist door, doordat dus die Mexicaanse keuken zoveel groter wordt, gaan ook meer mensen dit leren sippen. En misschien worden ze geïntroduceerd door een mezcal cocktail. Maar uiteindelijk hopen de mensen door middel van tastings en evenementen mee te kunnen nemen en ja, deze traditie uit te kunnen leggen, zodat ze het ook. Drinken op de manier waarop je de, mijn inziens het meeste van kan genieten. Ja, en dat en dat is dus. Ik, ik zit een beetje te vissen, ook een beetje naar het marketingplan. Hè? En hoe, hoe, hoe ga je dit neerzetten? Dus beginnen in de horeca in een cocktail. Hoe, uh, hoe ja. zie je dat? Nou ja, ik denk dat we, we, gaan, we zitten sowieso meer een beetje op de op de high-end horeca uh, markt. En wat voor ons gewoon belangrijk is, tuurlijk willen we het ook wel schenken in een cocktail. Want dat is de grootste markt op dit moment. Dus daar gaan we absoluut aan meedoen. Maar wij hebben dan bijvoorbeeld voor gekozen om een Espadine, dat is het, de agave die vaak in een cocktail wordt geschonken, van dusdanige kwaliteit te maken, dat je hem ook kunt sippen. En dat hij ook gewoon super mooi rond en zacht is. En een hele diepe smaakbeleving heeft. En dat is ook qua marketing wat wij willen gaan doen. We willen zowel de cocktailmarkt uh, bedienen als dus mensen gaan leren om dit te sippen en om die awareness van dit drankje te vergroten. En dat is eigenlijk waar ik uh, kom kijken, want ik ben iemand gespecialiseerd in community marketing, social media marketing en branding. Dus het is aan mij de dus gewoon een taak om um, ja mensen mee te nemen in dit verhaal online en offline. Hoe moeilijk is dat om om ja de Nederlandse consument klaar te stomen voor voor mescal? Uh... Nou, ik zou zeggen, kijk, men, je komt altijd met goed nieuws. Dat zei ik net al hier. <laughs> mensen zijn er, staan er altijd voor open om iets nieuws te proberen. En mensen zijn in Europa, we focussen wel echt op Europa, moet ik ook ja. erbij zeggen. Dat mensen zijn echt op zoek natuurlijk naar exclusieve uh, ervaringen en exclusieve producten. Die ook uh, ja, meer ambachtelijk geproduceerd zijn. Dus je kunt mensen wel redelijk makkelijk meekrijgen in dat verhaal. En de reacties die we tot nu toe hebben gehad zijn... mensen die verwachten misschien niet heel heftig, of iets heel hoog in alcohol. Of heel sterk om te drinken en dan... Proberen ze het en dan iedereen zegt: oh, wat is het zacht? Wat is het lekker? Wat is het zoetig? Wat is het comfortabel? En dat mm -hmm. is wat mensen niet verwachten. Dus eigenlijk ja, is het altijd een positieve impact die je maakt. Toch even dat onderscheid tussen uh, enigszins focus op de horeca en anderzins B2C hè, naar de consument toe. Hoe. Zie je dat voor je? Komt er een webshop? Hoe, hoe, uh... Ja, uiteindelijk willen we wel een webshop doen. Maar in principe is het natuurlijk zo dat wij de importeur zijn en het merk. Dus wij bouwen de marketing rondom het merk. En dan werken we samen met distributeuren. Die kopen het grootste, grootste deel van onze voorraad in. En die zorgen er dan voor dat het ook in sluiterijen, online sluiterijen. maar ook horeca -tenten terechtkomt. Dus het is eigenlijk allebei. En jullie zijn nu een crowdfunding gestart. Vertel ja, eens. Ja, wij zijn een crowdfunding gestart via Crowdabout Now. Uh, we hebben aanvankelijk zelf heel veel geïnvesteerd, vooral in het uh, juridische gedeelte. Er zijn heel veel, heel veel wet- en regelgeving omtrent mescal. Je mag dat niet zomaar exporteren. Je mag niet zomaar het woord mescal op je fles zetten. Daar heb je heel veel contracten en certificaten voor nodig. Dus dat gedeelte hebben we nu klaarstaan. Daar hebben we zelf in geïnvesteerd. Maar om het echt, het product naar de markt te brengen, hebben we dus uh, die crowdfunding gestart. En we zitten nu op 77% van ons minimum te behalen bedrag van 70k. Dus in principe zijn we lekker op weg. We hebben nog 14 dagen. En het liefste stoten we hem door naar de 100k. Want dan zouden we nog een maker daar kunnen supporten. En uh, ja, onze impact eigenlijk verder uit te breiden. Nou, laten we dan helemaal naar deze uitzending gaan voor die ton. Waarvoor ga je dat geld straks gebruiken? Nou, onder andere gaan we het gebruiken natuurlijk voor de, voor de import van de mescal. Dus dat, uh, dat zit hem in de, het inkopen van het product en het verschepen en de opslag. En daarnaast uh, gaat een groot deel naar het ondersteunen dus van de maker... En wij willen hem helpen om zijn uh, label en bottelfaciliteit op te zetten. Dat had hij nog niet. En hij vroeg aan ons van mag ik dat dan voor jullie doen? Uh, en kun je mij dan helpen ook bij het investeren in die machines? Dus dat gaan wij doen. Uh, en dan met dat geld kan hij dan weer uh, ja, die machines aanschaffen. Maar ook mensen dus uh, aannemen om die machines te besturen. En hoe moet ik dat dan zien qua partnership wat jullie met die maker hebben? Met Pentudo? Is hij een van de... Vier founders of uh, is het een samenwerking? Nee, Hoe, in, principe, in principe heeft hij zijn eigen palenque, noem je dat? Mescal Farm in Mexico ja. en kopen wij bij hem in. We hebben wel een contract met hem. Dat loopt nu vier jaar en uh, dat kan dan t TCT weer verlengd worden. Ja. En in dat contract maak je dan uh, ja, prijsafspraken of andere dingen. Maar Om te zorgen dat hij ook voldoende natuurlijk ondersteund wordt vanuit ons. En gecompenseerd voor het harde werken wat hij levert. Uh, maar wij vinden het gewoon zelf vet om... Iets meer terug te doen dan alleen een goede prijs te geven voor het product, maar dat we echt kunnen bijdragen aan zijn bedrijf en dus aan die mensen daar en voor die community. Dat is eigenlijk, ja, dat het zo'n mooi project maakt. Want over hoeveel mensen heb je het bijvoorbeeld die op zo'n farm werken en, en, en die je zou kunnen helpen als daar echt een, een, een bottenfabriek komt? Ja, ik denk dat we op dit moment werken, denk ik, acht, negen mensen daar. Die gewoon het land allemaal, uh, organisch gaat dat overigens. Maar het land bewerken en onderhouden. En ik denk als we zo'n bottle-label faciliteit erbij doen, dat u zeker nog wel vier mensen erbij kan aannemen. En op die manier, kijk, dit is natuurlijk de eerste. We groeien gewoon door, want wij kunnen ook niet op één paard wedden. Dus we ja. moeten uiteindelijk natuurlijk meerdere leveranciers. Uh, ja. Zoeken en maar ook ondersteunen. Dus dat is een beetje ons, ons plan. Hoe groot is uh, jullie business uh, uh, nu? Over hoeveel flessen moet ik denken? Want je, je hebt natuurlijk een hele mooie fles. Het is bijna zo'n ja. kruik. Heb je, heb, heb je bij je? Uh, hoe, hoe groot is de eerste batch en, en hoe snel wil je daarvan af zijn? Bijvoorbeeld? Ja, eerste batch is 3000 flessen. Die komen er dan uh, aan. Hopelijk zijn ze er in januari. En ik verwacht wel dat we daar binnen een jaar of anderhalf jaar vanaf zijn. Uh, ja, hoe sneller hoe beter natuurlijk. <laughs> maar in principe is het denk ik wel dat we dat over een tijdje als het merk wat gegroeid is, dat we tussen de 4000 en 5000 flessen per jaar moeten kunnen doen. En wat betaal je voor een fles? Ligt heel erg aan de agave soort die wij nu net hebben gedronken. Is dus een combinatie van een gecultiveerde agave ja, ja, wat goedkoper is en een wilde agave wat heel duur is. Dus die zal ongeveer uh, retail rond de 100 euro uitkomen. En als je een echt puur en alleen een wilde agave zitten de flessen van uh, 140 bij. Maar je hebt ook gewoon een espadine. Dus die gecultiveerde agave die begint bij 60. En op wie richt je je? Welke ja, consument uh, uh, drinkt dit? Ja, nou, qua consumenten richten we ons op mensen die heel erg van de gastronomie-industrie houden. Dus die heel erg lekker eten, fine dining kunnen waarderen. En die gewoon een ontwikkeld smakenpalet hebben. Die, uh, ja, die echt die diepere lagen van die mascal kunnen ontdekken en daar ook ontzettend van genieten. Ik uh, sluit altijd een beetje af met een, uh, met een glazen bol vraag. Hè? Over twee jaar, waar staat uh, Pinchudo uh, dan? Nou, over twee jaar zijn we wel een bekende in de Europese markt. Ja, dat uh, durf ik met zekerheid te zeggen. Ja, dat een is... bekende. Nou, ik denk, wel. ik denk echt ja, maar dat... maar ik, ik bedoel, denk... de, de, de lat mag hoger, toch? Want, ah, dan... <laughs> nou, ik denk, ja, ik denk dat wij... Nee, een goede, echte bekende in de Europese markt is echt wel een uitdaging voor twee jaar. Maar ik denk dat ons dat gaat lukken, omdat de kwaliteit van het product gewoon zo mooi is. En ik denk, op het moment dat jij in de hele Europese markt een herkenbaar merk hebt neer kunnen zetten, dat mensen weten... Hè, de, het is Pinchuro, mensen weten de kwaliteit, ze weten ook waar ze het kunnen vinden. Ik denk dat je dan echt al uh, ontzettende grote stappen hebt gezet. En dan lig je in uh, het gros van de slijterijen en ben je online te vinden? Ja, maar wel de exclusieve slijterijen, want het is, wel, het is echt een hoogkwaliteit product. Dus we zitten echt meer in de exclusieve kant. En daarnaast willen we gewoon in alle mooie fine dining restaurants uh, in Europa liggen. Als mensen nu denken, ja, ik wil er wel instappen. Hoe, uh, hoe gaat het in zijn werk? Ja, dus, je kan, uh, dus wij doen onze crowdfunding via Crowdabout Now. Dus je kunt naar de website van Crowdabout Now gaan. En dan zoek je op uh, Mescal of op Pintudo Mescal. Uh, en dan kun je meedoen. Je kunt of investeren door middel van een lening. Dat is dan uh, 5% rente per jaar. Uh, dat gaat vanaf 250 euro. Uh, of je kan alvast een flesje kopen in de voorverkoop. Uh, of je kan natuurlijk een, uh, een schenking doen. Het is maar wat je wil. Kijk, nou ja, ik ben, uh, ik ben verkocht, al is het uh, al. Helemaal om in die vakanties weer te komen waar ik uh, over drie weken me in onderdompel. Ik wil je hartelijk, wel, uh, hartelijk uh, danken, Maaike. Maar voordat we afscheid nemen, neem, uh, wil ik je nog een prijs aanbieden. Elke pitcher krijgt namelijk kaartjes voor het Work Smarter event op 7 november. Wil jij bijvoorbeeld weten hoe Michiel Muller van Picnic, de bekende online supermarkt, zo efficiënt mogelijk uh, uh, werkt? Kom dan langs. Dus Maaike, bij deze leuk om je daar weer te zien. Dank je wel. Dank je wel.